Keibijters, keibijterinnekes, we staan aan de vooravond van weer een prachtig carnavalseizoen, carnaval 2023. En ik sta hier naast de stadssymbolen Butske en Batske. Zij spelen een belangrijke rol in elk carnaval, maar zeker ook dit jaar. Want we gaan geen prinsenrooien doen, de prins is immers al lang bekend. Iedereen weet wie Prins Briek de 50ste gaat worden. We gaan wel zoeken naar de slimste carnavalsmens van Helmond. En daar hebben we 11 vragen voor bedacht. En de eerste vraag, die mag ik als voorzitter van de Keibijters aan jullie gaan stellen. En die luidt: wie was er eerder, Butske of Batske?